Hallo beste volgers, welkom in Montfort, een klein plaatsje in Utrecht, de grens met Zuid-Holland. We zitten vlak aan de Hollandse IJssel. Het is een plaatsje dat in 1329 stadsrecht heeft gekregen, maar daarvoor was hier een nederzetting rondom het kasteel dat in 1150 of zo is gebouwd is. En allemaal een beetje ter verdediging, die Hollandse IJssel hier zo. We gaan eens kijken wat er allemaal nog van over is. Het is volgens mij een hele leuk plaatsje. Een prachtig sluisje. Ja, en die komt uit op de Hollandse IJssel. Het wapen van Montfort. Ja, en dit is dan de toegangspoort. De enige die nog over is. Nou ja, maar wel indrukwekkend. IJsselpoort. Hoog, hè? Ja, hoog en droog. En indrukwekkend. Oude stadhuis. Zoals dat genoemd werd. En naast de poort gelegen. Dus. Een riljon erboven. Verte de Johannes de Doperkerk. Ook een mooi gebouw. Het gebouw van de Johannitenorde. Dit is de kapel. Het is gebouwd in 1544. Daarna kwam spoedig de reformatie. En kwam het in andere handen. Dat het een kapel is. Grote kerk. Ja, dit is inmiddels de hervormde kerk. Het plaatsje is ook door brand verwoest. Ik dacht iets van 1630. Een mooie toren, kan je beklimmen. Prachtig uitzicht. Echt historisch. We zijn hier in de Korte Kerkstraat. Het mag ook wel de Smalle Kerkstraat genoemd worden. Kijk, en hier hebben we de ingang onder de toren. Immens solide gebouw. Blik op de kerk vanaf de oude boomgaard. Ja, dit moet hier een boomgaard zijn geweest. Daar hebben we de toegangspoort van het kasteel. Gaan we zo naar binnen. We zijn hier zo op de binnenplaats van het kasteel. Wat er van over is dan tenminste. Het is een mooi voorhof. Het is een mooie ruimte. En hier zijn de nieuwbouw van het gemeentehuis. Kijk, ze helpen elkaar. Ja, over de muur klimmen. Het is een heuse stad geweest, dat zie je al aan deze muur. De muur is grotendeels afgebroken, maar hier hebben we nog een klein stukje. En het stond vol met torentjes, verdedigingstorens. Hier zo zitten op het Hofplein. Nu voldoende ruimte om je auto te parkeren. Apotheek, alles erbij. Een andere toegangspoort tot het kasteel vanaf het Hofplein. Dit heet de plaats. Dat mooi café, al vier generaties in handen van dezelfde eigenaarsfamilie. En hiervoor was het een paardenstal of zoiets. Leuke zijstraatjes. Ja, het is echt een leuk plaatsje. Gewoon om zo eventjes wat er doorheen te wandelen. Oude Peperstraat en allemaal smal, hè. Kerk van Sint Johannes de Doper is denk ik 100 jaar oud. Maar er zal hier een voorloper gestaan hebben. Het is een omvangrijke kerk. De toren, ja, duidelijk. Dus de cijfers, Berlage stijl, Amsterdamse school. Ja. Hier? Ja, een behoorlijk grote kerk, hoor. Ja. Zijkant van de kerk. En dit is eigenlijk de achterkant, hè? Hier bevindt zich het altaar. Ja, leuk gedaan. Het is wat anders dan Kuipers. Mooi, zo dat huis met zo die luiken. En aan de andere kant van het heet die Heiligelevenstraat zien we een interessant mooi oud herenhuis. Dat hier ook al menig jaartje staat. Een paar eeuwen, geloof ik. Prachtige graanmolen. Die is ook wel uit de 18e eeuw. De Valk heet die.
En dit is ook gemeente Montfoort. En dan staat er zomaar in het weiland een prachtig kapelletje met een Mariabeeld. Nou, dat is toch schitterend. Niemand weet hoe oud het is. Het ziet er oud uit. Het is gerenoveerd onder een boom. Maar we maar hopen dat de bliksem niet inslaat. Nou, beste volgers, dit was dus een blik Montfoort. Ik zou zeggen, kom gerust eens kijken. Het is zeer de moeite waard. Dag!